Corrie Bakker, wat is uw band met Almelo? Nou, een enorme band. Ik woon zelf in Amsterdam, dus best een eentje uit elkaar. Maar ik doe dit al, nou, de pleinconcerten dan. Hè. Kijk, vandaag staan we in de kerk. Dat stond vorig jaar ook. Maar daarvoor al jarenlang, misschien nog 10 jaar of zo. Elk jaar het pleinconcert. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Want heel veel jonge mensen begeleid ik dan. Klassiek, lichte muziek, jazz. En dat is leuk, want er is veel talent in Almelo. Ieder jaar maar weer. Ik sta iedere keer weer verbaasd. Je krijgt af en toe kippenvel van sommige deelnemsters. En dat is echt geweldig. Dus ik vind het, en ik ben een groot voorstander van live muziek. Ook dat de jeugd muziek maakt, daar ben ik een groot voorstander van. Dus ik voel me hier erg thuis in Almelo. Steeds weer uitgenodigd of? Ja, ze blijven maar bellen. Elk jaar is weer, komt er weer, ja, dan komt er toch weer een belletje. Ik denk hier, nou zelfs wel eens een keertje iemand anders wil, hadden die Korbakker. Maar ik hoop volgend jaar wel. Blijf doorgaan met dit soort initiatieven. Want ik vind het, ja, nogmaals, geweldig dat het gebeurt. Want het zijn niet veel steden die dit doen. En jullie hebben de Voice of Almelo en al die muziekscholen die samenwerken. En dat vind ik heel goed. Almelo, dikke pluim.